Beerschot-supporter Stefan Damani en zijn advocaat stappen relatief tevreden de rechtbank uit met in hun kielzog tientallen vrienden van Stefan. Ze wilden allemaal de uitspraak van de rechter horen. Stefan raakte verlamd nadat hij in 2009 op de Torfbrug in elkaar geslagen werd en dan twee messteken kreeg in de rug. Daarvoor stonden drie prille twintigers terecht. Ze ontkenden, maar alles wijst erop dat één van hen de fatale messteken gaf. En die jonge twintiger krijgt een effectieve celstraf van 4 jaar. Gewoon het gevoel van oplichting, de last dat van de schouders valt. Als je iets misdoet, dan moet je ervoor gestraft worden. En zo simpel is dat. Eindelijk wordt hem gestraft voor de datum dat hem gesteld heeft, dat hem gedaan heeft. Vorige zitting had men gezegd, er is geen getuigenis ter plekke, er is ook geen DNA-spoor, geen wapen gevonden, dus de hard evidence was er niet echt en dat maakte ons toch een beetje zenuwachtig. Maar ja, de rechter heeft zo gemotiveerd, het verslag, het vonnis. Het geeft uiteindelijk een duidelijk beeld van wat we dachten dat er gebeurd was en wat blijkbaar de rechtbank ons in volgt. En dat is goed, hè? De andere twee beklaagden krijgen een werkstraf en een geldboete. De rechter oordeelde dat ze alle drie strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor de uiterst laffe en zinloze aanval. Ze moeten samen 12.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Ik meen dat op basis van het strafdossier de rechtbank een zeer goed gemotiveerd vonnis heeft uitgesproken, waarbij zij gezegd heeft, samen uit, samen thuis en zinloos geweld, dat kan niet in onze maatschappij. Niet omdat die mannen veroordeeld zijn, dat nu ineens alles beter is. Hè. Het letsel blijft en daar zal hij heel zijn leven mee moeten verder leven. De drie veroordeelden kunnen nog in beroep gaan tegen hun straf.